De voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, Rishma Mangre, gaat de actieve politiek in. Dit heeft ze vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Mangre zegt dat ze vanaf vandaag officieel lid is geworden van de VHP. De BVL als voorzitter heeft dit besluit genomen omdat ze zich niet alleen voor de leraren, maar ook voor de rest van de gemeenschap wil inzetten. Met name de stroeve communicatie met minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een van de directe redenen waarom ze in de actieve politiek gaat. Ze wijst erop dat de keuze voor de VHP niet in strijd is met de statuten van de bonden. Ik ben door de partij, de VHP, gevraagd om mijn bijdrage te leveren. En ik ben een aantal keren benaderd geworden door een aantal politieke partijen. En ik heb uiteindelijk de beslissing genomen om op een andere manier de belangen van de leden te behartigen. Maar niet alleen de leden. Het gaat om het totaal onderwijsveld, het gaat om de werkers, het gaat erom dat ik mijn scope wil gaan verbreden. Niet alleen voor de leraren, maar voor de totale samenleving. Ik heb daarom eerst een bestuursvergadering belegd. Gisteren hadden we een shopstewardsvergadering. En de bestuursleden en de shopstewards, dat zijn de keypersons op de scholen, hebben hun zegen en hun goedkeuring gegeven aan het feit dat ik eigenlijk de intrede doe in de politiek. Mangre wil nog niet zeggen of zij op een kandidatenlijst van de VHP komt. De BVL-voorzitter benadrukt dat ze nooit eerder heeft gesympathiseerd met de Oranje Partij. Echter hebben de vele vernieuwingen die de VHP in de afgelopen periode heeft doorgevoerd gemaakt dat het geen moeilijke keuze is geworden, zegt de BVL als voorzitter. Als politicus wil ze zich vooral inzetten voor verbetering van het onderwijs. Ik heb gekozen voor de VHP omdat wij, zeker wat betreft de BVL en de ALS, we zijn vooralsnog bijna, we treden op als een advocaat van de leden. Als de leden problemen hebben, dan gaan we met die problemen naar de minister, we bespreken het. Maar voor wat betreft de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, dan willen we dat op een hoger, zeker ik wil dan dat op een hoger niveau tillen. En u weet dat als je dingen op een hoger niveau wil tillen, dat dan op een politieke agenda komt. Omdat wij als BVL en ALS altijd hebben gezegd, wij willen dat er meer wordt geïnvesteerd in ons onderwijs. We willen dat onderwijs prioriteit nummer 1 is. En het is niemand onbekend dat de politiek het beleid bepaalt. Vandaar dat ik van mening ben, en ik heb ook aan de leden gezegd, aan de shopstewards gisteren en ook aan de bestuursleden, van het is mijn persoonlijke keus, daarom heb ik ook verkiezingen in het vooruitzicht gesteld. De periode die de politiek mij nodig zal hebben, dan zal ik die periode mij laten waarnemen door de ondervoorzitter van de BVL. BVL als voorzitter Rishma Mangre vandaag tijdens de persconferentie in het hoofdkwartier van de bond. Mangre is nu officieel lid van de VHP.